Wie eet er 3 maal per dag? Wie eet er 4 maal per dag? 5? Oh, 6? Oh. 7? Wat is jouw missie? Mijn missie is om een bijdrage te leveren aan een gezonde Nederland. Nou, in het bijzonder een gezonde Almelo. In Almelo zijn 1 op de 5 mensen hebben te kampen met obesitas, een zware vorm van overgewicht. En daar wil ik graag een bijdrage aan leveren aan een gezondere generatie. Dat doe je door middel van het houden van seminars. Wat wil je met die seminars bereiken? Nou, ik wil graag mijn kennis overdragen op het gebied van voeding, energie en gezondheid. En misschien wel ongezondheid, zoals ik dat noem. Dus ik geef seminars, masterclasses. En op basis daarvan wil ik heel graag mensen informeren over de weg naar gezondheid op mijn eigen manier. En ja, dat is wat we doen. Je hebt je overtuigingen en ideeën en ervaringen en ook allerlei soorten van onderzoek neergelegd in een boek. Wat wil je met je boek Een Gouden Boodschap bereiken? Nou, met mijn boek De Beste Verliezer, een gouden boodschap, wil ik graag bereiken dat ik een hele grote groep Nederlanders ga bereiken. En ik noem dat zelf hashtag DBV90. Dat staat eigenlijk voor een soort van afkorting om bij te dragen aan een generatie die op een hele gezonde manier 90 jaar wordt. En ik geloof daar absoluut in dat als je zelf het heft in handen neemt en een aantal dingen op de rit hebt op het gebied van voeding, dat je dan op een hele goede manier 90 jaar wordt. En uiteraard moet je daar een beetje geluk bij hebben. Maar je hebt veel meer invloed dan mensen zelf denken. Hoe kijk je terug op je eerste Almeloze seminar? Ja, ik vond het prachtig. Ik kijk op een hele goede manier terug op de masterclass in Almelo in het Theaterhotel. Ik wilde heel graag van stad gaan in Almelo, mijn eigen hometown. En ik ben trots op deze stad. En ik zou graag een bijdrage leveren aan een gezonder Almelo. Want een gezonder Almelo levert meer energie op voor een ieder. Er komt ongetwijfeld een tweede masterclass. Waar en wanneer is die? Ja, de tweede masterclass die gaat plaatsvinden in Enschede in de bioscoop Kinepolis op 27 februari woensdagavond. Wat vindt u van de boodschap die hij brengt? Ja, wel vernieuwend eigenlijk weer. Ik heb altijd gehoord dat je inderdaad 6 keer per dag zo ongeveer moest eten. En nu blijkt dat toch wel weer minder te zijn. Dus ja. Bent u van plan om zijn boodschap een beetje in praktijk te brengen? Ik ga het zeker proberen, ja. Ja. En wat denkt u dan in het bijzonder aan? Nou, in ieder geval eerst maar eens met die 4 keer per dag starten en redelijk gezond eet ik tegenwoordig al wel, dus ja. Was het een boodschap die bij iedereen binnenkwam, denkt u? Dat weet ik niet, dat hoop ik wel. Ja, bij mij in ieder geval wel. En toch heb je deze missie op voedingsgebied. Waar komt u vandaan? Ja, ik ervaar zelf heel veel energie en ik vind het ongelooflijk mooi om die energie over te dragen op andere mensen. En ik denk aan de hand van goede voeding dat dat gaat lukken. Wat zijn je kernwaarden? Ik vind menselijkheid heel erg belangrijk. Dus een echt oprechte interesse in andere mensen. Echt liefde voor het leven. En liefde voor andere mensen. En geven in plaats van alleen maar nemen. En dat is wat ik vandaag heb geprobeerd te doen. Liever geven dan alleen maar nemen.